De technologie wat de glimwormen in hun kleine lichaams hebben, is een van de bewijzen van de schepping van onze Heer. Een normale gloeilamp gebruikt alleen 3 tot 4% elektrische energie. Een TL-lamp kan alleen 10% van de elektrische energie wat in de gloeilamp binnenkomt in licht omzetten. Het resterende deel van de energie wordt omgezet in warmte. Dit is een groot verlies in de productie. Het ideale is natuurlijk een rendement van 100%. Glimwormen voeren dit rendement van 100% met hun kleine lichamen uit, wat de ingenieurs proberen te bereiken, maar er niet kunnen inslagen. De glimworm heeft in zijn abdominaal een lichtorgaan. In deze lichtorgaan worden er 2 chemische middelen geproduceerd die betrokken zijn bij het maken van het licht. Het mengen van deze 2 chemische stoffen, wat luciferine en luciferase wordt genoemd, is niet genoeg voor de luminescentie. Voor deze stoffen dient er zuurstof te worden toegevoegd. Daarom is het ademhalingsstelsel groter dan het lichtorgaan. Als gevolg van een reeks uiterst complexe processen kunnen de glimwormen 3 uur lang licht geven.